Ja, we zijn hier vandaag op de Afgedamde Maas bij watersportvereniging Woudinchem. En we zeilen hier met allemaal kinderen de Q-Cup. De Q-Cup is een wedstrijd voor kinderen die nog geen ervaring hebben met wedstrijdzeilen. Het zijn allemaal kinderen die in een optimist varen. En dit is een initiatief van een aantal partijen, waaronder het Watersportverbond, om te proberen om kinderen enthousiast te krijgen voor het wedstrijdzeilen. Ik vond het heel leuk om te doen en ik ben derde en tweede geworden. Dus ja, ik heb goede winst gemaakt. Nou, je leert ook gewoon zeilen en ik hou sowieso van boten en om te varen. Omdat het gewoon leuk is. Maar af en toe krijg ik een slecht humeur door het zeil. Is dit nou lastig? Nee, heel makkelijk. Echt heel makkelijk. Het is eigenlijk alleen maar het schootje aantrekken en roeren. Dat is heel makkelijk. Ja. Door het hele land in Nederland worden dit soort wedstrijden georganiseerd, Q-cups. En we hebben zelfs gehoord dat dit de grootste Q-cup ooit tot nu toe in Nederland is. Dus dat is wel echt een gigantisch succes. Het is nu schitterend weer, alleen het waait niet zo hard. Is dat een probleem? Ja, klopt. Ja, nou ja, maar goed, wij zijn heel blij met dit weer. Want we hebben natuurlijk een enorme slechte week gehad met veel regen en veel neerslag. Dus wij zijn heel blij. Het is natuurlijk weinig wind, maar goed, voor dit soort kinderen is het eigenlijk ook wel prima. We hopen dat het vanmiddag nog een beetje aantrekt, de wind. En dat zeker, we hebben net gevaren. We hebben het verdeeld in twee klassen. We hebben net gevaren met de echte beginners. Straks gaan we varen met de gevorderden. En die kunnen op zich wel wat meer wind gebruiken. Ja. Je ziet heel veel kinderen groeien. Je ziet kinderen waren voor de wedstrijd zenuwachtig. Moet ik wel meedoen? Het is de eerste keer. Kan ik het wel? En jullie zien het nu al een beetje. De eerste wedstrijd is afgelopen. En kinderen komen stralend van het water. En die hebben echt weer een stap gemaakt. En de volgende wedstrijd is voor hun niet meer de eerste wedstrijd, maar is dan gewoon weer een wedstrijd. Dus ik zou het beschrijven als een stap in de groei van de kinderen.